Het koorboek van Margaretha van Oostenrijk werd samengesteld aan het begin van de 16e eeuw in het atelier van de Duitse muzikopoëet, zakenman en diplomaat Petrus Alamire. Het bevat zeven polyfone missen van Vlaamse topcomponisten als Matthias Pipelare en Pierre de la Rue, de favoriete hofcomponist van Margaretha. Het is echter meer dan religie. De politieke ideologie van de Habsburgers zit in het handschrift verweven. Dit is onder meer het geval in de prachtige openingsminiatuur waarop Maximiliaan van Oostenrijk te zien is. Het kan erop duiden dat het koorboek bedoeld was als een vorstelijk relatiegeschenk. In de volgende ruimte ervaar je de schoonheid van de fijnzinnige vroeg 16e eeuwse polyfonie. Door tussen de zangstemmen te wandelen, ondervind je hoe het voelt om deel uit te maken van dit wonderlijke universum.